donderdag vond voor de 74ste keer de jaarlijkse herdenking van het vergissingsbombardement door de Amerikanen op Nijmegen plaats. Tijdens deze tragedie werd de historische binnenstad grotendeels verwoest en 800 mensen stierven. Elk jaar staat Nijmegen stil bij het vergissingsbombardement. Zo was er een bijeenkomst bij het monument De Schommel, waar onder andere burgemeester Bruls en de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra bij waren. Ook op de begraafplaats aan de Daalseweg, waar veel slachtoffers begraven zijn, was een plechtigheid. Om 2 minuten voor 2:30 was er 2 minuten stilte.